Wilt u na afloop van een seminar, cursus of vergadering samen met uw collega's sfeervol koken? Heeft u een hobbykookclub, iets te vieren met familie of wilt u gewoon gezellig koken met vrienden? Maak dan een afspraak met Golden Tulip Keizer Breda. Wij beschikken over een volledig ingerichte professionele kookstudio. Wij zorgen voor de ingrediënten en als u dat wil, voor vakkundige ondersteuning door een meesterkok. Uw collega's, relaties, vrienden en familie beleven samen met u een culinaire topervaring. Mei 2017, donderdag, Hemelvaartsdag. De 47e editie van het Jazz Festival is gestart. En dit is het programma Jazz Talk. Welkom. We hebben een heel vol programma. En we zitten hier in het Golden Tulip Keizer Hotel. Daar zijn we zeer gastvrij ontvangen. En deze uitzending is overigens mede mogelijk gemaakt. Niet alleen door Breda Nu, maar ook door Elisabeth TV, de ORTS. De organisatie van het Jazz Festival en een heleboel vrijwilligers, want anders kon dit allemaal niet. Elke avond tijdens het Jazz Festival zullen we in dit programma de nodige reportages laten zien vanuit de binnenstad. Mensen interviewen die belangrijk zijn of die wij belangrijk vinden en heel veel sfeerimpressies en natuurlijk muziek. Wat we vandaag in de uitzending gaan hebben live is Conor Nedzielski, Peter Minjaars en John Jansen van Vrienden van het Jazz Festival. Maar nu zijn aan tafel geschoven Bart Wouters en Anne-Lotte van Leeuwen van het bestuur van het Jazz Festival. Welkom. Dank je. Bart, jij bent niet alleen maar voorzitter van het bestuur van het Jazz Festival, maar een zeer veelgevraagd muzikant. Jij speelt bas. Ja. Hoe komt iemand er nou toe om bas te gaan spelen? Oh, dat is... ik ben als klein manneke begonnen piano te spelen. Dat kan ik iedereen aanraden, want dan heb je een heel mooi, meteen een mooi overzicht over het... je ziet al die toetsen gewoon voor je liggen. Van mijn zesde tot mijn 14e, 15e gedaan. Maar mijn buurjongen was ook mijn neef, of is nog steeds mijn neef, was mijn buurjongen. En die drumde. Ja, dat vond ik eigenlijk wel... Dus heb ik ook anderhalf jaar drumles gehad. Maar ik mocht geen drumstel kopen, dus ik moest toch van die curve bakken moest ik oefenen. En op de derde klas middelbare school gaf mijn muziekdocent mij op een gegeven moment een cassettebandje. En daar stond Level 42 op. Met Mark King. En ik, ja, dat wil ik ook. Ja. En toen ben ik begonnen. En nu speel ik eigenlijk bijna alleen maar contrabas. Maar het is begonnen bij Level 42. Maar je speelt ook Soes? Ja, ook. Vorige week meegedaan? Ja, zeker. Maar dat is een heel andere tak van sport. Dat is toch veel moeilijker? Nou ja. Althans, als je met snaarinstrumenten bekend bent, dan is een blaasinstrument ook een heel andere tak van sport. Ja, dat klopt. Maar dat is vice versa natuurlijk ook. Dus ieder instrument heeft zo zijn eigen moeilijkheden. En sousafoon... maar zo begint het dan wel, hè? Want ik zat in de big band van mijn vader en we hadden een nieuwjaarsconcert. En daar kwam iemand en die zei, oh, jij speelt bas. Mooi. Ik zoek nog een sousafonist voor de carnavalskapel. Kom volgende week maar langs. En zes weken later was carnaval. En toen speelde ik. Maar ja, dat is zo anders. Dus dat heb ik volledig mezelf aan moeten leren. En inmiddels vind ik dat hartstikke leuk, maar ieder instrument heeft zo zijn uitdagingen. Ja, er is geen enkel instrument van, oh, dat is hartstikke makkelijk. Nee, absoluut. Dat bestaat niet. Anne-Lot, jij doet de PR bij het Jazz Festival, maar dat klopt. Is niet jouw dagelijkse werk. Nee, dat klopt. Je bent wedding planner. Ja, dat klopt. Wat ik ben, leuk. Ik ben sinds oktober eigenlijk voor mezelf gestart. Heb daarvoor altijd wel aan de evenementen gewerkt, natuurlijk ook voor het Jazz Festival. Maar dan inderdaad als vrijwilliger. En nu ben ik voor mezelf gestart en werk nu voor het Houtse Meer als opdrachtgever. En dan doe ik alle particuliere aanvragen, waaronder heel veel bruiloften. En je eigen bruiloft heb je maar een paar dagen van gemaakt. Ja, inderdaad. Ja, ik dacht, laten we er even een verlengd feestje van maken. Leuk hoor. Precies een jaar geleden. Ja. PR van het Jazz Festival, hoe is de voorbereiding tot nu toe gegaan? Ja, heel goed. Ja? Ja, natuurlijk wel wat strubbelingen, zoals het altijd met zich meebrengt, zulke dingen.
Financiën waren dit jaar wel een uitdaging. Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Of wat voor bedrag hebben we dan? Nou ja, het is natuurlijk een gratis toegankelijk festival. En we hebben er maar een heel klein stukje betaald. Waarbij je dus moet denken dat alle... het geld wat binnen moet komen, wat je moet betalen voor alle programmering, voor alle podia, dat moet ergens vandaan zien te komen. Dus daar hebben we natuurlijk heel veel sponsoren voor nodig. Hoofdsponsoren, gemeenten natuurlijk die daar een stukje bijdraagt. Maar, en de horeca. En de horeca, ja. Dus alles met elkaar praat je dan over, want dat is ook geen staatsgeheim uiteraard. Nee. Praat je over een budget van 4,5 à 500.000 euro. Dus 4,5 à 5 ton. Ja. Valt mij nog mee. Ja. Ja, zie ze maar eens bij elkaar te krijgen. Nee, dat is veel geld. Ja, kort. ik heb het niet dagelijks in de portemonnee. Nee, dat is inderdaad. Maar voor zo'n groot feest. Ja, nee, dat is ook zo. Dus dat betekent heel creatief zijn. Dat is ook de uitdaging. Dat was eerder gezegd, in het kader ook van de afgelopen jaren hebben we best wel wat moeten bezuinigen. Dat heeft zijn nadelen, dat spreekt voor zich. Maar het is wat mij ook heeft verbaasd, positief. Wat mij is opgevallen, is dat door een beetje krapte in geld. Je genoodzaakt bent om ook creatief te worden. Ja. Willem Merkstein is onder andere daardoor bijgekomen. Ja. Lutherse Kerk is bijgekomen. Ja. Mooie plekjes. Hele mooie plekjes, ja. Van binnenpodia erbij natuurlijk. Ja. Dat is dan ook wel weer leuk. Hè? Dus te veel geld maakt ook lui. Welke veranderingen heb je nu toegepast dit jaar? We hebben twee nieuwe binnenlocaties. Dat is Kerkplein, de Breda Cut & Club, zoals we noemen. En Café Proost. Dat zijn eigenlijk twee nieuwe podia die we hebben toegevoegd. En ik ben er vanmiddag even langs geweest bij Proost. Echt superleuk om dat te zien. Echt heel tof. Ja. Ja. Weet je wat ik me nou zo afvraag? Want je gaat na zo'n jazzfestival ga je weer opnieuw met elkaar aan tafel. Moet een nieuw programma gemaakt worden. Waar start je nou mee? Wat is nou het begin? En hoe kom je nou op het idee om bepaalde mensen uit te nodigen? Ja, daar, weet je, waar start je? Dat is al een vraag die al lastig beantwoord is. Waarom? Dan moeten we eerst vaststellen met elkaar waar we eindigen. Je krijgt natuurlijk een reeks evaluaties. Daar beginnen natuurlijk ook weer de nieuwe ideeën. We hebben natuurlijk we doen deze vier dagen ideeën op of zien dingen die net niet helemaal lekker hebben gewerkt. En die nemen we mee naar het komende jaar. En die evaluaties, we hebben een aantal zomersessies waarin we ook over beleidszaken nadenken. Want we zijn een vrijwilligersorganisatie. We hebben maar een beperkt aantal uren de tijd om die erin te stoppen. Ja, en die zijn gespreid over een heel jaar. Gemiddeld, wij als bestuur, 15 uur per week wat we er als vrijwilliger instoppen. Zo. Puur in de organisatie van het evenement. Dat is veel. En dan moet je nog nadenken over beleid, over toekomst. En dat doen we dan. Proberen we in de zomer een beetje te doen. En traditioneel, de laatste dinsdag van augustus starten we met de eerste vergadering weer van het nieuwe seizoen. Ja. En dan gaan we weer door tot het festival. Jongen, een hele operatie. Ja. Ja. Hebben jullie kijken naar bijvoorbeeld wat er recentelijk in Manchester gebeurd is? Bijvoorbeeld extra veiligheidsmaatregelen moeten toepassen tijdens dit festival? We zijn al wat langer in gesprek met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven daar wat meer aandacht aan te willen schenken. En dat heeft deels te maken met zulke soort zaken zoals in Manchester. Maar ook de boulevard in Nice en de kerstmarkt in Berlijn en noem het allemaal op. Dat krijgen wij als evenementorganisatie, en niet alleen wij, hè, de carnaval, idem dito, krijgen wij op ons bord. Ja. En wij moeten zorgen dat we toch, wij zijn daar als evenement toch verantwoordelijk voor. Dat doen we in goed overleg met de gemeente, maar wij organiseren een feestje, dus wij moeten ons, en wij voelen ons ook verantwoordelijk voor een veilig en een goed evenement. Ja. Ja. Het is niet alleen dat. Je ziet ook dat evenementen steeds drukker worden. Kijk bijvoorbeeld naar, een mooi voorbeeld is het Klune in Breda. Wat begon als een leuk ludiek dingetje. Is een massaal evenement geworden. Ja, ja. En je ziet ook dat Breda Jazz Festival afgelopen jaar steeds drukker is geworden. Ja. En vroeger was dat toch altijd nog een leuk en gezellig en het komt goed. En we doen er een kwartiertje langer over. Maar om van de ene kant naar de andere kant naar de markt te komen. Maar ja, het wordt toch... We hebben toch met reglementen, regeltjes, reguleringen te maken. Het moet kloppen, het moet goed gemonitord worden. Maar het is een veilig feest en dat is belangrijk. Dat is het. En daar hebben we extra maatregelen voor ingezet samen met de gemeente. En het is een veilig feest. Ja. Annelot, je hebt het voor elkaar gekregen om weer mooi weer te krijgen. Was vorig jaar ook al. Ja, nou, ja, dankjewel. Ja, dat hadden we gedaan. Ja, dat is toch goed geregeld, hè? We gaan langzaam maar zeker. Maar jullie mogen allebei heel snel vertellen wat voor jullie de highlights zijn. En dan gaan we kijken naar de opening. Wat was voor jou de highlight van dit
jazzfestival? Wauw. Buiten jezelf. De meest vervelende vraag die je aan iemand kunt stellen, Tim. Dat is echt waar. De gospel is voor mij een highlight met Monique Thomas als gospelzangeres dit jaar. Ik ben heel benieuwd naar Del Rey, een zangeres uit Amerika die ook ukulele speelt. Hebben we binnenkort een deze dagen ook weer. Ja, absoluut. En ik vind, wat voor mij het meest bijzondere concert is ieder jaar, is de Duo Special. Dat is echt heel, heel mooi, heel intiem op de zaterdagochtend. En mijn persoonlijke hoogtepuntje is onze eerste CD met een nieuw bandje waar we morgen gaan presenteren waar de burgemeester. Maar daar komen we direct gaan wel we het over terug. Ja. En dan Lot, voor jou. Nou, vanavond is All the Cats Jump In. Dat is natuurlijk een dansevent in onze nieuwe locatie, de Bredde Cotton Club. Ja, dat is gewoon een superleuk feestje met hele goede live acts. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ook om die nieuwe locatie te zien en te proeven hoe dat in zijn gang gaat. En voor de rest zijn er heel veel mooie acts. Anton Goudsmit komt nog langs. PMN, Herman. Er zijn heel veel mooie acts. Roy Williams op zondagmiddag. Ook zeker een aanrader. Een hele goede trombonist. Ja. Ik dank jullie allebei voor het komen. Want we moeten nou heel snel naar de opening. Want helemaal goed. Anders gaan we ernstig uitlopen. Okay. Hup, snel dit is de opening gemaakt door Elisabeth TV. Het festival geopend. Ja, het wordt natuurlijk weer een mooi feest. Maar je moest toch ook wel eventjes de veiligheid aanstippen. Want het is natuurlijk toch wel een belangrijk item. Is en blijft een belangrijk item. En wordt steeds belangrijker. We zien het wat er op sommige festivals in de wereld gebeurt. Deze week nog in Manchester. We moeten ons daar niet gek door laten maken. Maar je moet wel zorgen dat je de goede maatregelen neemt. Waardoor je een veilig feest kunt organiseren. Maar laten we vooral ervoor zorgen dat we dat achter de schermen doen. Zodat iedereen kan genieten van hetgene wat al 97 jaar bij onze stad hoort, namelijk van een prachtig jazzfestival. Wat zijn er dan voor extra maatregelen genomen, mag u dat zeggen? Nou, je moet op een gegeven moment alle maatregelen van bij grote evenementen, denk op een gegeven moment hoe werkt het, hoe makkelijk zijn mensen te raken of niet. Ben alert, dat soort zaken. Verder rest is het altijd, hoe meer je erover praat en hoe meer je details erover geeft,
des te minder laat ik zeggen, je de veiligheid dient. Dus wat dat betreft, weet dat we er goed naar denken. Weet dat we er goed op samenwerken, ook met de organisatie. Maar laat je er vooral niet door hinderen. Zorg ervoor dat je geniet van een geweldig jazzdagen. Geniet van een prachtig weekend in Breda. Met een prachtige jazz en een promotie van NAC. Ja, want dat zit er wel in, denkt u? Ik ga ervan uit dat NAC hoort in de Eredivisie. Ja. En laat ik zeggen, wat dat betreft is dit natuurlijk een weekend waar de zon over onze stad straalt. Waar we laten zien dat we een feest kunnen bouwen. En dat we ook in de Eredivisie thuis horen. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt. Nou, laten we hopen dat dat ook allemaal nog uit gaat komen. Gaat u zelf ook nog een beetje jazz vieren? Ja, in combinatie natuurlijk met het bezoeken van de voetbalwedstrijden. Want daar ga ik natuurlijk ook naartoe. Dan zal ik bijvoorbeeld morgen een cd in ontvangst nemen. En ik zal natuurlijk ook mijn gezicht laten zien. Bijvoorbeeld bij de, ik probeerde te zijn bij de gospelbijeenkomst of de gospelkoor in de kerk. Maar ik zal moeten gaan kijken hoe het precies gaat lopen. Maar het belangrijkste is, net zoals alle andere Bredana's en mensen die van de jazzdagen houden, is het vooral genieten op het terrasje. Genieten voor een podium. En dat doe ik ook al 3 jaar lang, zolang ik burgemeester van Breda ben. En ik geniet er elk jaar met volle teug van. Hier bij How About Rita. Klopt. Komt die naam er weer vandaan? Bijna heel How About Rita. Ja. Waar die naam vandaan komt, eigenlijk nergens vandaan. Rita is mijn alter ego. En Rita geeft een beetje de nostalgische sfeer weer van de jaren 40, 50, 60. En dat is de muziek die wij maken. Wat heb je in je handen? Onze nieuwe cd. Kijk. En wanneer is die presentatie? Morgen gaan we hem presenteren. Van 3:15 tot 4:45 in de Merkstuin. Ai, dat is alle reden om daar naartoe te komen. En jij kan ook nog spelen. En praten tegelijk. Ook dat nog. Twee dingen tegelijk zeggen dat alleen vrouwen dat kunnen. Maar dat kunnen mannen ook. Als ik af en toe even nadenk over welk akkoord ik moet spelen. Ja, maar dat gaat prima. En naast jou staat Han. En dat is helemaal geen familie. Jawel, dat is mijn neef. En dat was vroeger mijn buurjongen. Want daar heb ik dan ook nog 1,5 jaar drumles van gehad. Wat ik net vertelde. Ja. En nu zitten we samen in een bandje. Weet je wat ik doe? Ik ga weg en ik ga luisteren naar jullie. Is dat een goed plan? Prima. Dit is How About Us? Ja, en dan moeten we eigenlijk overschakelen van het ene liedje heel snel naar het andere. I'm Forever Blowing Bubbles. 1, 2. Forever blowing bubbles. Bubble bubbles. Pretty bubbles in the air. Ja. Yeah. They fly so high. And nearly reach the sky. But like our dreams, they fade and die. Fortune's always hiding from me. I've looked everywhere. I'm forever blowing. Bubbles. Pretty bubbles in the air.
bubbles in the air. They fly so high, nearly reach the sky. Then like my dreams, they fade and die. Fortune's always hiding from me. I've looked everywhere. I'm forever blowing pretty bubble, bubbles, pretty bubbles in the air. How about Rita? Dank jullie wel. Als jullie dat vaak doen, dan komt er wel een gat in, hè? Ja, ja. Maar daar is hij gelukkig goed voor verzekerd. Ja. Hey, dankjewel voor dit leuke optreden. Angela, Bart, Han en Annelotte natuurlijk ook. Dankjewel. Graag gedaan. Aan tafel zijn geschoven Colonel Jetski. Hoe kom je nou weer aan die naam? Dat is zijn schuld. Phil B. en Bart Kamp, twee leden van de band Colonel Jetski. Vertel. Nou, eigenlijk is het zo dat ieder zijn eigen bands en projecten heeft. En de leden van de band hebben allemaal nominaties en awards. Blues awards. En we vonden het gewoon leuk om met elkaar te gaan spelen. Ja, daar wandel jij zo even overheen. Maar jullie zijn allemaal topmuzikanten. Jullie allemaal prijzen. Allemaal prijzen gekregen. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beloning van voor... eigenlijk uitgaande van de Dutch Blues Foundation. Ja. Elk jaar is er een verkiezing. Ja. En jij bent hoeveel keer genomineerd geweest? Vijf keer. En? Eén keer die award gewonnen. Ja. Drie keer genomineerd. Één keer. Ja. Vorig jaar heb je hem gewonnen. Ja. En Pascal, die heeft hem nu, toetsenist. Pascal Lanslots. Frank is ook twee keer genomineerd. En Frank is ook twee keer genomineerd op dit jaar. Guy is ook genomineerd al. En, maar uiteindelijk is het zo dat we heel graag met elkaar de muziek willen spelen die we zelf leuk vinden. En we zaten bij volgens mij was het Venlo, dat we dachten van wat voor bandnaam? Ja, welke bandnaam? Op een gegeven moment beslis je dus om samen wat te gaan doen. Ja. Echt, het is een fun project hoor. Fun met kwaliteit, laten we het zo dan samenvatten. Nou, op een gegeven moment moet er dus een naam bedacht worden. En ik had die naam al 15 geleden bedacht. Ik had een gitaar zo genoemd. Colonel Jetski. Dat is ook nieuws voor mij. Ja, en die gitaar is gepikt. Vond ik heel jammer, was een hele fijne gitaar. En toen opperde ik dus die naam, Colonel Jetski. En dat heeft natuurlijk een dubbele betekenis. Jetski en Colonel. En dat klinkt een beetje Russisch. Het slaat eigenlijk een nergens over. Jullie zijn aan het begin van dit jaar tot de conclusie gekomen van we willen met elkaar muziek gaan maken. Nou, en het wordt in één keer succesvol. Nou ja, het verhaal is ietsje uitgebreid. Maar Phil heeft een geweldige band, Phil's Beat Freedom. En januari vorig jaar in Memphis geweest. Ja, wij kennen elkaar dus van de Blues Challenge in Memphis. Waar ik met mijn ander project, met Phil B's Freedom, ben geweest. En onze bassist kon niet. En Bart ken ik al, god weet hoe lang. Toen heb ik Bart gevraagd van, wil jij mee naar de IBC gaan in Memphis? Wat toch een soort WK is van bluesband, zeg maar. Ja. En toen zijn we eigenlijk met elkaar in contact gekomen. Met Guy, de gitarist, had ik ook al in verschillende projecten en jam sessies en ook de tv-optredens en zo gedaan. En toen dachten we op een gegeven moment van, ja, verdomd. Dat zijn een aantal hele goede muzikanten bij elkaar. Laten we er nou eens een keer werk van maken en gewoon een band van maken. Ja. Nou, dat is gebeurd. En Bart, jij hebt ook niet stil gezeten? Nee. Vertel eens even wat. In vogelvlucht, ja. Mijn vrouw Nancy is drie jaar in New York gewoond. Dus ik ben er veel geweest. Eigenlijk heel veel. Daar verschillende verschrikkelijk goede muzikanten. Maar voor wat voor werk? Wat doet zij in New York? Dat is een heel verhaal. Ze heeft de richtlijnen geschreven voor race-accountants. Oké. Okay. Dus de Wereldfederatie van Accountants, simpel gezegd. Maar dat gaf mij de gelegenheid om daar de New Yorkse blueswereld in te duiken, ook in de muziekwereld. Wat je daar tegenkomt is eigenlijk, dat is shocking, want het is gewoon bagger. Dus er zijn ook echt een hele hoop muzikanten, dat is echt... Dat is verschrikkelijk en er zijn er een paar bij die zijn echt waanzinnig.
Je ziet eigenlijk een bepaalde verschaling in de rhythm and blues en de blues, omdat er zijn met name wat oudere bands die er nog prima fungeren. Maar daarom vind ik het zo leuk dat met name onze jongens, als dan Frank Duin dan, waar ik andere projecten mee doe. Jongen is 25, Guy Smees is volgens mij net 18. Ja. Dat geeft zoveel leuke energie, waardoor je ook ziet dat er ook een jong volk voor het podium staat. Ja. En Frank speelde ook met mij met Saron Crenshaw binnenkort ook in Breda. Ik weet de datum even niet, maar met Junior Mac speel ik. En die man heeft twee Grammys, net de tour meegedaan. Vanavond om 8 uur met Monty Jameson, ook weer bij het Kerkplein. En dan binnenkort weer met ons. Maar ben jij nou, doordat je in New York kwam, met die Amerikanen in contact gekomen, die je dan weer hier naartoe hebt gebracht? Of, ja. Ja, zo is het gelopen. Jij speelt ook een prominente rol met betrekking tot blues hier in de regio. Nou. Ja, er worden allerlei festiviteiten georganiseerd. En daar heb jij een behoorlijke stempel op gedrukt. Nou ja, naar Fat Tuesday Party in Dongen bijvoorbeeld. Doen we nou inmiddels voor de, dat zal de 55e keer zijn. Maar ik vind het leuk om eigenlijk mijn eigen project is Blind Beer Visionaires. En dat is een project waar we ook met elkaar in haak zouden komen. Een project waar ik vind het ontzettend leuk om verschillende muzikanten bij elkaar te brengen. Die dus eigen comfortzone stappen. Ja. En dan ga je echt muziek maken. Ja. En dat doe ik los van de tours met de Amerikanen. En dat maakt het zo verschrikkelijk leuk. Want muziek maken is gewoon, ja. Ik ben gewoon een Bredaarse jongen. Ik ben opgegroeid met jazzfestival. Ik zag net Joep Peters rondlopen, achter een neef van mij. Hij was, ik was 14, liep ik al achter Ochtendgloor aan. En eigenlijk kun je zeggen, dat door het jazzfestival ben ik ook al gerijpt. Enerzijds. Ik ben gewoon een Bredaarse jongen. En ik ben opnieuw van Nachtgroot recht gaan doen. Oh. Maar muziek maken is gewoon leuk. Zeker met deze gasten. Want we kunnen eigenlijk alles. We doen alleen maar wat we leuk vinden. Weet je wat het is, Bart? We kunnen erover praten, maar we moeten ernaar gaan luisteren. Want ik heb een ongelooflijk vet optreden van jullie gezien. En dat wil ik graag gaan delen met onze kijkers. Jullie hebben zo meteen nog een optreden? Ik. Jij. Waar zo? Monty Jameson uit Nashville. Kerkplein, 8 uur. Kerkplein om 8 uur. 8 uur. Jij bent klaar voor vandaag? Ik ben klaar voor vandaag. En Guy Smees komt ook nog een biertje drinken. Overigens, wat jullie misschien wel of niet weten, heb ik afgelopen zondag ook in Breda gespeeld. Spanjaards Gat. Met het orkest van de KMA. Oh, ja. En dat was fantastisch. Helemaal te gek gewoon. Ja, dus ik ben nou helemaal in Breda. Breda muziek staat. Breda is de sfeer in. Leuk stad, hè? Ja, fantastisch. Ja. Hij komt uit Maastricht en MVV gaat misschien ook al. Kan hij ook niks aan doen. Leuk dat jullie er waren. We gaan kijken naar het optreden. En ik weet zeker dat jullie er ook van genieten. Dankjewel jullie er waren. Dit is Connell Jetski. Dank je. We'll be right back.
Dat is toch kick als je hier naar kijkt? Nee? Ja, ik kom wel van verrassende dingen te leven. Net even iets anders. Ja. Ja, het is echt, echt heel erg goed. Ja, dat was een groot feest vanmiddag op het kerkplein. Zo, he? Dat kun je wel zeggen. Dat was erg leuk. Ja. Altijd ontzettend leuk om in Breda te spelen, sowieso natuurlijk op het kerkplein. Nou ja, ik speel hier ook inderdaad voor het vijfde jaar of zo. Ja. En, ja, normaal spelen we dan wat later of zo. Ik denk van 2 uur. Nou, 2 uur, ook cool. Het zal wel langzaam vollopen. Nou, we zingen soundchecken en het was de hele plein loopt vol. Dat is geweldig. Niet helemaal handen in de lucht. Dat was ontzettend leuk. Ja. Maar de lol die straalt er ook af. Ja, het is fantastisch. Jongens, dikke pluim. Leuk dat jullie er waren. Veel succes nog. En maak er het van vanavond, hè Bart? We doen ons best. We komen kijken, hè, jongen. Dank je wel. Leuk dat jullie er waren. Bedankt. Graag gedaan. Wilt u na afloop van een seminar, cursus of vergadering samen met uw collega's sfeervol koken? Heeft u een hobbykookclub, iets te vieren met familie of wilt u gewoon gezellig koken met vrienden? Maak dan een afspraak met Golden Tulip Keizer Breda. Wij beschikken over een volledig ingerichte professionele kookstudio. Wij zorgen voor de ingrediënten en als u dat wil, voor vakkundige ondersteuning door een meesterkok. Uw collega's, relaties, vrienden en familie beleven samen met u een culinaire topervaring. En we zijn weer terug in de lobby van de Keizer Hotel, waar wij gastvrij ontvangen zijn. Naast mij zit Peter Minjaars van Stichting Stijl. Oude Stijl Jazzfestival is het niet meer, hè? Het is Jazzfestival. Ja, dat is lang geleden dat het Oude Stijl was. Ja. En waarom doe ik nou die verspreking? Want jij bent een van de mensen geweest die juist die verbreding aangebracht heeft. Klopt. En ik ben ook met een missie bezig om de term Oude Stijl uit Breda te verwijderen. Niet omdat ik niet van de muziek hou, integendeel, maar om het classic jazz te gaan noemen. Want Nederland is het enige land wat die muziek van voor 1940 oude stijl noemt. Kom je de grens over, dan heet het classic jazz. Vind ik een veel mooiere naam voor een prachtige muziek. Ja, we zijn uiteindelijk Europees, dus zo moeten we ons gedragen ook, hè? Bijvoorbeeld. Wat is jouw taak binnen het jazzfestival? Ik ben deel van de programmaraad. We doen dat met 4 man. Stellen wij het muzikale programma samen. En dan is mijn kant inderdaad wat meer richting de verbreding. Alhoewel ik ook van de classic jazz hou. Maar daar zit Antoine Trommelen zit erin en Harry Kanters en Roland Kompier. En dan met z'n vieren zelf het programma samen. Niet de minste. Niet de minste, klopt. Verbreding, waar moet ik dan aan denken? Aan muziek die gelieerd is aan jazzmuziek. Dus die zich laat inspireren door jazzmuziek. En dat kan van alles zijn. Dat kan Latin jazz zijn, Braziliaanse muziek, Cubaanse muziek. Maar dat kan ook hip-hop zijn, waar jazz-elementen in zitten. En de rode draad alleen is binnen het Breda Jazz Festival altijd de dansbaarheid van de muziek. En dat het van het podium afstraalt. En dat koesteren we. Jij was in 1980 de eerste jazzmuzikus die afstudeerde van het conservatorium. Was dat in die tijd niet een heel lastig gegeven op het conservatorium om jazz te gaan spelen? Nee, want ik, laat ik zo zeggen, ik was de eerste gitarist die afstudeerde. Ik was niet de eerste muzikus, zoals bassist Hein van Gijn, overigens ook hier uit de buurt. Het was eigenlijk de muzikanten die bezig waren met, laten we het maar eventjes noemen, lichte muziek. Die waren al jarenlang aan het spelen en die zochten naar een soort erkenning met een diploma.
En in het buitenland was dat al een beetje aan de orde, in Oostenrijk. En ergens in eind 70 begon in Nederland, in Rotterdam en in Hilversum begon de opleiding. En kreeg op een gegeven moment kreeg het Rotterdams Conservatorium kreeg van Hilversum, van het ministerie, de toezegging van, nou jongens, jullie mogen. Jullie krijgen subsidie voor een staatserkende opleiding. En ik was de eerste gitarist die daar bij afstudeerde. Zij die met trots, en daar mag je trots op zijn. Ben ik ook. Je bent naderhand van alles en nog wat gaan doen, maar je bent onder andere les gaan geven. Ja, ja. En niet alleen maar op één plekje? Nee, ik eigenlijk daar ook meteen in Rotterdam mocht ik op een gegeven moment een vooropleiding les gaan geven. En toen ik afstudeerde, toen kon ik in Amsterdam op het conservatorium les gaan geven. En een jaar of vier, vijf daarna ook in Tilburg. Ik had twee banen, heb ik heel lang les gegeven. Met veel plezier. Leuk. Je komt net van een optreden vandaan. Waar heb je gespeeld? Op de Grote Markt Zuid. En jij noemt dat een surprise band, want dat zijn elke keer weer muzikanten die je van tevoren misschien wel gezien hebt, maar waar je nog niet mee gespeeld hebt. Voor een groot deel, ja. We maken kennis met elkaar, geven elkaar een hand en we zeggen even van welk liedje zullen we gaan doen. Eigenlijk moet gewoon iedereen muziek gaan maken, dan hebben we geen oorlog meer, Peter. Bijvoorbeeld. Het is toch de beste manier van communiceren? Ja, muziek is heel verbroederend, ja. Klopt. Jazzfestival, daar heb jij gegarandeerd highlights in ontdekt. Deel ze met mij. Ja, nou ik heb dus, ik ken het niet uit mijn hoofd, wat ik zelf heel spannend vond en wat echt een ontdekking voor ons was, was de band die heet Professor Cunningham. En een jonge gasten, twintigers, dertigers, die de sterren van de hemel spelen. En ik denk dat we er net op tijd bij zijn, want waarschijnlijk staan ze volgend jaar in Montreal en in Montreux en op Noordzee. Maar we hebben ze hier te pakken. En ja, dat zijn kanjers, ja. We hebben daar straks opnames van, als het goed is. Dus, mooi. Ja. Mooi. Professor Cunningham en his old school. Vanavond, kan ik ook al iets zeggen voor vanavond? Ja, zeker. Ja, vanavond de Classic Jazz Club in de Lutherse Kerk. Aantal muzikanten die spelen twee repertoires. Eén is Rollini meets Armstrong. Bassaxofoon en Armstrong. Repertoire van Louis Armstrong. De godfather van de jazzmuziek, zal ik maar zeggen. Wat voor mij een secret pleasure is, Braziliaanse muziek. Ik ben vaak op het Veemarktpleintje te vinden waar ik dol ben op de Braziliaanse en Cubaanse muziek. Waar daar fantastisch gedanst wordt overigens. Maar er is een bandje dat speelt op de Willem Merkstuin. Morgenmiddag Jazzy Choru Quartet. Een mix van Braziliaanse muziek en jazz-improvisatie. Ja, voor gitaarmuziek Robin Nolan. De Rosen Quartet. En we hebben dit jaar gelukkig weer Howard Alden kunnen krijgen. Die echt jaren geleden hier ook op festival heeft gespeeld. Echt een genie op de gitaar. Speel ik één foute noot, dan weet hij daar meteen het akkoord onder te plaatsen. En dan dus speel je eigenlijk nooit fout. Nee, ik speel nooit fout met hem erbij. Howard Alden, en echt een ster. Robin Nolan heb ik gemoed. De Mudbirds. Ik ben ook dol op kleine blues. Slide guitar en mondharmonica en mooie zang erbij. Je hebt ook Lester's Blues. Een band die speelt in de stijl van saxofonist Lester Young. Repertoire. Dijk van een band ook. En ja, en zondag gaat mijn voorkeur naar het George Benson Project. Het is zoveel jaar geleden dat George Benson, wereldgitarist, uitkwam met een plaat die heette Cookin. Bariton, saxofoon, orgel, drums en gitaar. En we hebben hier in Breda een geweldige bariton saxofonist ooit geboren mogen hebben. En die speelt tegenwoordig overal, Rick van den Berg. En die doet dan zondagmiddag het George Benson Project, Grote Markt Noord. Ik ben er. Ja, kan me voorstellen. Ja. En met dat mooie weer, wat treffen we het weer? Ja, fantastisch, hè? Ja. Fantastisch, ja. En Peter, waar ga je allemaal nog meer spelen? Want jij gaat straks weer terug naar jouw surprise band. Ja. Maar er zit nog meer in het verschiet. Ja, ik speel ook zaterdag met een aantal gitaristen. Die heb ik een fantasienaam gegeven. De Bredase Gitaarcompagnie.
Bredaas met S-C-H-E. Dubbel A. En allemaal Bredaanse gitaristen, of in ieder geval mensen die in Breda wonen. Dus ik heb ook op de website gezegd, er zijn nog nooit zoveel zachte G's te horen geweest op het podium als wij die spelen. Die bestaat helemaal niet, weet je dat? Er is maar één G en dat is onze G. Dat is onze G, klopt. Ben ik helemaal met je eens. Zondagmiddag speel ik ook nog, dat vind ik ook wel leuk, met een saxofonist, Tony Vos. En Tony was al beroemd in de 50er jaren via de opnames van Jazz Behind the Dykes. Is naderhand getrouwd met Tineke Vos, die wij kennen ja, van... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke. Die. En Tony, ja, die. En Tony speelt geweldig saxofoon, is ook arrangeur, is inmiddels 85. Laatste jaren is hij veel thuis en speelt niet zoveel. Maar ik heb hem kunnen verleiden om nog een keer te spelen. Dus, leuk. Ja. Peter, dank dat je hier was. We gaan kijken naar wat sfeerbeelden die gemaakt zijn door Mike Siebelink. Mooi. Bedankt dat je er was. Graag gedaan. Het jazz is altijd weer begonnen. Het is prachtig weer. Het is druk op de markt. We gaan kijken wat de bezoekers ervan vinden. Wij zijn er net aangekomen. Dus ik ben nog helemaal aan het begin. We zijn een poos daar blijven staan. Daar hebben we geluisterd totdat we het te warm kregen. Dus nu staat u lekker in de schaduw. Ja, even een foto doorsturen. Ja, ik ben er net. Ik vind het geweldig. Ja, u komt er ook elk jaar? Of? Elk jaar. En u komt hier uit de buurt? Ik woon in Breda. Dus u vindt het lekker weer, u vermaakt zich eigenlijk wel vandaag. Het is een heerlijke dag. Uitgelezen dag om naar jazzmuziek te luisteren. Vroeger kwamen we elk jaar. We hebben de laatste jaren niet geweest, omdat we het niet zo goed meer vonden. Dus we hebben zoiets van, we gaan kijken hoe of dat het nu is. En wat ik nu tot nu toe gehoord heb, bevalt weer. Dus... Vandaag wordt extra genieten. Er wordt extra genieten. Het zonnetje erbij, kan niet kapot, hè? Ja, kan niet beter. Wat vind je van het jazzfestival? Ja, ik kom eigenlijk niet voor het jazzfestival, maar om te winkelen. Jullie zijn echte NAC-fans? Nee, ik ben eigenlijk voor NEC, man. Dus dan sta je hier eigenlijk niet goed, of wel? Nee, ik ben wel van NAC natuurlijk, hè. En wat denk je wat ze vanavond gaan doen? Ik denk 3-1 winnen. 3-1 winnen? Zeker. Wat denken jullie? Bent u ook van NAC? Natuurlijk. Dus vanavond allemaal gezellig naar NAC? 4-0. 4-0? Ik zet het op een presenteerblaadje. Ja? Jazeker. Dan gaan we straks kijken hoe dat klopt. 4x30, jongen. Jullie gaan ook allemaal naar NAC straks? Nee, dan laten we aan hun twee over. Jullie zijn hier voor de jazzfestival. Ja, precies. Dat is veel leuker. Het is kiezen. Je moet kiezen. Waar gaat u voor? Ik ga voor de winst. En u moet alle dagen werken? Nee, niet alle dagen. Alleen vandaag en morgen. Dus daarna lekker zelf naar jazzfestival? Nee, daarna ga ik naar Amsterdam. Waarom niet naar Breda? Dat is toch veel leuker? Veel gezelliger? Er is een heel leuk festival in Amsterdam waar ik naartoe ga. Dan moeten we nou eigenlijk geen reclame voor maken. Oh, sorry. Overnieuw. Wat gaat u doen de andere twee dagen, zaterdag en zondag? Ja, zaterdag naar een festival in Amsterdam. Oh, sorry. Ja, maar dit wordt niks. We gaan er helemaal door. Wat vind je van het jazzfestival? Ik vind het leuk. Ja, maar hou je niet veel liever van top 40 muziek of andere muziek? Ik vind top 40 muziek wel wat leuker. Ja, dat snap ik. Maar je moet mee van je ouders, of niet? Ja. Jullie gaan vanavond allemaal naar NAC? Ja, zeker, absoluut. En wat denk je wat ze vanavond gaan doen? We tekenen voor 0-0, maar 3-0 zou mooi zijn. Nou, we zijn eens wisselen lunchen in een lunchrestaurant hier in de Speelhuisland. En nou hebben we zoiets van, het is natuurlijk hartstikke druk in het centrum. Dus lekker genieten, terrasje pakken, wandelen. Dus, hartstikke gezellig. Niet specifiek voor de jazzfestival. Maar we gaan wel even luisteren natuurlijk. Hè. Dus de sfeer om me heen is gewoon fantastisch. Dus, ik heb gehoord dat u alles weet van die meneer. Wat vindt u van het jazzfestival? Geweldig. Komt hij elk jaar? Elk jaar, ik kom uit Breda, dus we zijn er elk jaar weer bij, 4 dagen. Hè? Gaat alles goed, mevrouw? Alles gaat prima. Gaat u vanavond naar NAC? Ik ga vanavond naar NAC, ja. En wat denkt u wat ze gaan doen? Ik denk, het wordt 2-0. 2-0? Gaat u ook mee? Nee hoor, ik ga niet mee. Wij komen al vanaf de eerste dag, 47 jaar geleden waren wij de eerste... Die hier dat jazzfestival waren. De allereerste ook? Allereerste. En dan s'nachts hadden ze nog naar het Turfschip. En dan s'morgens liepen wij om 5 uur het Turfschip uit. En dan gingen wij om s'morgens 10 uur weer naar de grote kerk om de jazzmis mee te maken. En er is geen enkel jaartje dat u denkt van ik ben er... Nooit overgeslagen. U heeft gezien, de mensen genieten van de sfeer, de muziek, de gezelligheid. We gaan terug naar de studio. Terug naar jou, Pim. Dankjewel, Mike. Vanuit een zon overgoten Breda waren dit de sfeerbeelden van Mike Siebelink. Ja, en aan tafel is geschoven John Jansen, voorzitter Jazzvrienden van Breda. Welkom. Dankjewel. Wat doet de stichting
jazzvrienden van Breda? De vrienden van het Breda Jazz Festival hebben eigenlijk maar één simpel doel. Geld inzamelen voor het festival. Dat is ooit in 1988 begonnen. Toen het festival ook ja, zo eens een dipje had. Op initiatief van burgemeester Merks destijds. En dat bestond de eerste twee jaar eigenlijk uit het doneren in materiële zin. Denk aan kleding voor gastvrouwen, personal computers zoals die toen heette. Maar dat is eigenlijk van 1990 af omgegaan naar een financiële donatie. En dat is eigenlijk wat we al die tijd doen. Dus wij proberen het festival mede mogelijk te maken. Ja, ja. En waar haal je dat geld vandaan? Noem eens wat. Nou, we hebben toch een vrij vaste schare donateurs. Tegenwoordig mag je dat woord bijna niet meer gebruiken. Maar het zijn toch mensen die trouw zijn aan het festival. Ja. Die betalen minimaal 12,5 euro per jaar. En daarvoor krijgen ze dan een besloten concert op de zaterdagmiddag van het festival. En ik ben zelf als voorzitter sinds 2010, want ik had ook een voorgeschiedenis in de organisatie van het Jazz Festival. Maar in 2010 ben ik gevraagd om voorzitter van die club te worden. En heb ik gezegd, doe ik op één voorwaarde. Ik ga niet op één spoor rijden, meerdere sporen. En ik ben aan het op zoek naar ondernemers. En dan denk ik aan ondernemers die niet in 3-0 voor de komma denken, maar in 2. Jazzvrienden vanuit een intrinsieke gevoel dat je als ondernemer weet hoe belangrijk het is. Hoe zo'n festival moet doorgaan. Net als je eigen bedrijf moet je daar wat in durven te stoppen. En voor minimaal 100 euro hebben we een leuke attractie voor deze ondernemers. In de vorm van het gospelconcert, het bijwonen van het vriendenconcert, het bijwonen van de de ondernemersbijeenkomst voor het jazzfestival. En het bijwonen van de vriendenmiddag die wij organiseren daarnaast voor het festival. Waarbij de vrienden eigenlijk een inkijk krijgen in wie er dit jaar komen. Want zo ga je met vrienden om. Ja. Die geef je voordat het online gaat, geef je die toch een inkijkje in het festival. Je had een voorgeschiedenis, vertelde je net. Ja, in 1998 toen Antoine Trommelen en Jacques Laus het festival toch eigenlijk onder de hoede namen. Mede dankzij Ronald Compier. Kwamen zij op een gegeven moment bij de KMA te kloppen. Ik was daar hoofdcommunicatie van de KMA als militair. En ik vroeg aan mijn toenmalige gouverneur, zeg, u loopt daar nou mooi rond als comité van aanbeveling, maar wat doen wij nou als KMA terug naar de stad? Nou, daar wist hij ook niet zo gauw een antwoord op. Ik zei, nou, misschien komt er wel iets. En ja, of de duvel ermee speelt. Een week of wat later stonden Antoine en Jacques bij mij in bureau en zei, wat kun je we doen? Nou, uiteindelijk heb ik wat even nagedacht. En gezegd van, is het wat om de logistiek naar binnen te kruien? En dat is eigenlijk in 99, 2000 zo gebeurd. En toen vroegen ze mij ook, wil je de communicatie doen? Dus ik ben eigenlijk een voorganger van Bart en een voorganger van Anne Lot in die zin. Terwijl ik nog hoofdcommunicatie was, eerst van de KMA en later van de Nederlandse Defensie Academie. En ik vind het toch eigenlijk wel hartstikke mooi om mee te maken dat de huidige commandant... Ik heb hem vanmorgen nog gesproken en zeg, ja, er zijn toch een paar dingen die je in Breda overeind wil houden. En één daarvan is het jazzfestival. En wij steunen, ik spreek nog een beetje in wij. Als Defensie steunt dat met de logistieke ruimte die geboden wordt. En dat is toch best veel, als je ziet wat er allemaal moet gebeuren. En met het inbrengen van een defensieorkest. Ja, en dat heb ik tot 2008 gedaan. En toen zei Hare Majesteit in die tijd, bedankt voor bewezen diensten. En toen ben ik gaan genieten van het festival, maar nauwelijks een jaar later stonden ze op de stoep en zeggen van, is de vrienden iets voor jou? Nou, dat doe ik nou sinds 2010. En dat is wat voor mij, want ik vind het gewoon, je blijft in de sfeer. Ja. En het is natuurlijk toch geweldig om dit toch weer elk jaar mee te mogen maken. Dat is het absoluut. En als ik jouw enthousiasme zie hier aan tafel, dan begrijp ik dat. Ja. Dan begrijp ik ook dat je al dat geld naar binnen krijgt, want wie kan het jou weigeren? Nou ja, dat kan natuurlijk altijd, maar het kost natuurlijk wel moeite. Want een van de dingen die mij dan zo opvallen is... Breda vindt het maar heel erg gewoon dat er jazzfestival er is. Ja. Je ziet de piekers rondlopen. Er zijn natuurlijk sponsoren die dat doen. De vrienden brengen toch ook een aardig bedrag naar binnen. Maar eigenlijk zou Breda, alle mensen in Breda zouden eens na moeten denken... wat kan ik nou voor dat festival betekenen? Net even meer dan die piek. Want het is een gratis festival...
En we willen dat met elkaar overeind houden. Want iedereen zegt, hey, Hemelvaart, oh ja, Breda, Jazzfestival, daar moeten we naartoe. Je ziet het hier op de tv. Je zegt, jongens, doe eens mee. Ja. Zorg mee, als elke Bredanaar een euro of twee zou doneren, dan zouden de problemen die Bart hier een half uur geleden vertelde, die zouden overboord zijn. Absoluut. En dan kunnen we gewoon tot in lengte van jaren door. John, aan jouw enthousiasme zal er niet liggen. Nee, dat denk ik ook. Dank je wel dat je hier even naartoe wilde komen voor dit enthousiaste verhaal. We gaan kijken naar een reportage van professor Cunningham en his old school. Peter Minjaas, die had het er straks over. We gaan er nu even naar kijken. Mede mogelijk gemaakt door de vrienden van het Jazzfestival. Dit keer. Oh man, to enjoy beautiful Breda, this is incredible. Like just gorgeous, so many good people, so much good music, sunny, the city is just incredible. Yeah, I couldn't think of a better place to be. Well, it's the first gig that we are doing, then we cannot realize how it's going on all the city, but we felt that there's musicians everywhere, we felt that there's people everywhere and the weather is perfect and yeah, just totally enjoyable. And what are your expectations? Expectations, just to have a good time. Eat some good food, see some good people, see some good bands, maybe dance a little bit. And play a little bit, no? Play a little bit of music, yeah. Yeah. We were invited by Breda Jazz maybe 6 months ago, and we're on a European tour. We live in New York, and I've heard great things about this festival. I have a lot of friends that have performed here, so here we are. We arrived last night. We're very happy to be here. It's beautiful. Look at this weather. It's amazing. It's so good. And what do you think of the festival? Oh, I think it's fantastic. It's like a beautiful setting. There's how many stages are there? 12, 13 stages? I mean, it's amazing. And you can just walk around. The setting is perfect. We have nothing like this in New York City. And what do you think of the city of Breda? Breda is a beautiful city. It's so pretty. And the atmosphere is lovely. People are very friendly. It has a very warm feeling. And it's a perfect setting for this sort of music. We're having a great time.
reportage van Manuela Bloijs en Nick de Bruin. Ja, dat was wat, hè? En de drummer van Professor Cunningham zat hier met studie naar zichzelf te kijken. En de hele band. Hey, en de hele band, ja. See you tonight, hè? Very good. Thank you very much. Ja, dit was een buitenkantje, hoorde ik van Peter. Want dit wordt een topband. Dit is een topband. Ja. Ze vroegen van de regie of ik het even wilde vertalen. Nou, ze hadden het heel erg naar de zin. En ze hadden helemaal geen verwachtingen, alleen maar dat het gezellig was en veel drank. En ze vonden de Bredaanse mensen aardig. En dat is waar. Dat hadden ze goed gezien. Ja, dat hadden ze goed gezien. John, waar ga je vanavond naartoe? Ik ga vanavond naar Professor Cunningham. Gewoon omdat het mij aanspreekt. Ja. En voor de rest zwerf ik deze 4 dagen door de stad. Behalve bij het vriendenconcert, behalve bij de gospel, waar je toch kwaliteiten qua aanwezig moet zijn. En voor de rest is het, ik drink de atmosfeer. Heel goed. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, beste mensen. En morgen, rondom dit tijdstip, zijn we er weer. Dan hoop ik dat u weer kijkt naar Jazz Talk. Bedankt voor het kijken.